De stritstien hier in Ljouwt binnen levensgevaarlijk. Als het droog is, valt wat ta. Maar als ze in gewierd binnen, is het schipperglad. Geweldig. Nee, dit is gewoon net het wan. Nou valt het wel aan, maar als het hier winterdoos, serieus, met frost en sneeuw komt, dan... ja, het is een soort met slapstick. Just zie je al hier om het bochtje in. Ja, dat klopt wel. Ja, als er wat frost is, dan zie je wel eens een aantal fietsers hier op hun bek gaan. Maar je moet eigenlijk met bochtjes wel eens opletten. Fietsers schrikken dan, bijvoorbeeld, als je aanzien. En dan ja, even zo, op die gladde stenen. Ja, zomaar gebeurt. Ja, nou ja, dan gaan ze er toch niet over lopen. Pak je toch een ander pad? Ik heb al eens een keer meestal een onderuit zien gaan op een fiets. En, ik heb het zelf ook wel vernomen, maar als het daarin zit en het ruimt, dan moet je goed om denken. Ja, zeker. Als kom je hier in de middel, kan je zien die is een beetje hoger. Als wil jij naar beneden, moet je heel rustig lopen, anders ga je zo achteruit. Het is geen wonder dat de gemeente Ljouwt zijn had. Fot mij deze steen, ze zijn vissen te glijden. Nou, dat snap ik wel, denk ik, ja. Ik vind het wel schande, want ik vind op zich wol heel mooi, maar als er niks te doen is, ja, dan is het het allerbeste. Maar dat zeg ik net, dan loop je even omheen, dan ken je bij allebei de kanten uit. Ik vind het wel mooi dat je een oplossing aan tegen. Ja, tuurlijk, moet niet zo moeilijk denken. Nee. En niet te beroerd wezen om een paar stappen meer te doen, dat is alles. Nou, ik ben daar bezig met een nieuw winkel te openen en daar is hetzelfde. Dus goed dat er wat aan gedaan wordt. Dat die een altijd glijder stien. Ja, ik ben er wel blij om. Ja, ik vind het wel belangrijk. Waarom? Als echt regen een beetje, dan die stien is wel glad. Soms wij komen hier van deze bakken is een beetje lastig. Je moet heel goed rustig lopen, anders ben je zomaar gevallen. We zitten hier in Ljouwt, dus opscheept met duizenden levensgevaarlijke stenen. We hebben hier bij het minste of geringste legio hier op het bek. De gemeente had zijn foto mij. Hé, maar wat komt er dan? Wat maken we hier dan op een strijd naar haaien? Ja, ik ben niet van specialist voor tegels, ik weet niet. Maar goede tegels, wat is niet te glad, zeg maar. Nou, je weet niet welke. Misschien die, dat ligt wat dichter aan. Ja, die is wel makkelijk. Ja. Deze is AVJ grip. Die is beter dan deze. Nou ja, dan doen ze dezezelfde weer en dan gaan ze hem, weet ik veel, opschuren of zo, dat ze minder glad zijn. Maar klinken ze erin? Ja, ik weet het niet. Ja, je had, ja. Maar het moet toch wat ruwer. Gewoon wat ruwer als dit. Maar ja, overal waar je kijkt, die steentjes op de stoep. Ja, dat zijn tegenwoordig ook nog die gladdere klinkertjes. Dus ja. Dat is een beetje de mode, denk ik, dat gladde. Ik vind het wel schande, want ik vind op zich wol heel mooi, maar als er niks te doen is, ja dan... Maar goed, volgens mij zijn daar wel mensen voor die er meer verstand van hebben. Van mij part gooien ze rubberen matten in, dan zijn ze allemaal tevreden. Ik denk dat je een rubberen mat nog hebt. Ja, nee, ze houden vast. Ja. Nou, ik zie het zelf gewoon tegen. Oké, je speelt het opruwen of iets oors erop dwan, ja, dat het misschien minder... Wat opruwen dan of zo? Als het op die bregen daar is bijvoorbeeld, als ik van die, ja, wat is het, een soort grind dingetjes in, dan lief ik natuurlijk. Nee, nou inderdaad. Nou kijk, je weet het zelf al. Je moet mij niks vragen, je weet het al. Oh, shit, wat jongens, just het man. Snot de glas. Vind je het leuk filmpje dan toen omheeg? En abonneren, hè? Geweldig.